Dit weekend vindt het Gregoriaans Festival plaats in 's-Hertogenbosch. Leerlingen van 3 middelbare scholen maakten daar vandaag kennis met het Gregoriaans. Nou, het is mooi om te zien. We hebben dus een schooloverstijgend en vakoverstijgend project nu geschreven. We zijn hier met 3 scholen, het Stedelijk Gymnasium uit Breda, het Oebert Gymnasium uit Oosterhout en het Frenkel College uit Oosterhout. En wij hebben onze leerlingen vrij laten inschrijven. Dus de mail is uitgegaan aan alle leerlingen en leerlingen hebben zichzelf kunnen aanmelden. Dus we hebben nu eerste klassers tot en met vijfde klassers van de HAVO, VWO en gymnasiumniveau die zelf hebben gekozen om deze dag deel te nemen. We zijn vanmorgen begonnen in de Sint-Jan. Hebben een processie gelopen met allemaal een kaarsje achter de scholenkantoren, de kruisweg gelopen. Zij zongen Gregoriaans en wij zijn in de Mariakapel geëindigd. Hebben daar een mooie zegening gehad van de priester. We hebben ons kaarsje neergezet, iemand in gedachten genomen. Nou, en vanmiddag hebben ze de workshops Gregor Gaga en Gregor Rap. We krijgen dadelijk een wandeling door het klooster hierachter. En we hebben vette initialen waarbij leerlingen iemand in gedachten nemen en daar de initiaal van gaan verluchten. En vanavond gaan we optreden in de Grote Kerk. We hebben ook nog een gezamenlijke broederschapsmaaltijd, middeleeuwse maaltijd. Dus het belooft een hele mooie dag te worden. Dus het is niet dat die leerlingen zich inschrijven voor een dagje of een middagje vrij. Wij zijn vanavond pas om 9:30 weer terug. En dan hebben ze opgetreden, hebben ze workshops gehad, ze hebben kennis gemaakt met Gregoriaans. En wij hopen dat er een zaadje is geplant, waardoor zij eigenlijk meer willen straks. En ook graag naar zo'n mooi optreden willen hier in het festival. Binnen de workshop Gregor Rap maken de jongeren een raptekst op Gregoriaanse muziek. Dit lijkt een vreemde combinatie, maar volgens rapper Sena liggen de muziekstijlen dichter bij elkaar dan op het eerste oog lijkt. Ze liggen denk ik in zekere zin uit elkaar inderdaad, maar ik denk wat ze verbindt is dat het allebei verhalen vertelt. En verhalen vertelt op muziek. Dat, wat ik heb meegekregen van Gregoriaanse is dat wat daar gebeurt. En bij rap natuurlijk ook, het zijn gewoon verhalen die je vertelt. Op een beat of op muziek. En ik denk dat het een hele interessante combinatie is om die met elkaar te combineren, zowel het oude en het nieuwe. En dat in een nieuw jasje te steken eigenlijk als het ware. De leerlingen hebben zich vrijwillig aangemeld voor de dag. Dat deden ze om verschillende redenen. Mijn opa die heeft vroeger Gregoriaans gezongen. En daarom heb ik altijd wel een beetje meegekregen wat hij nou precies heeft gedaan daar en ik heb net toevallig een paar vrienden overtuigd om mee te komen. En het is altijd wel leuk om een beetje verschillende dingen mee te pakken van vroeger. En dat is ook de reden waarom het zo interessant is verder. We hebben net heel veel video's gekeken en uitleg gehad over verschillende onderdelen van de Gregoriaanse zang. En ik vond dat eigenlijk verbazingwekkend indrukwekkend.